Dag mensen, welkom bij vlog nummer 4 alweer. Ik sta nu in de keuken van de kantine en met wie sta ik hier? Hallo? Benno. En die man met een rode petje. Een man met een rode petje, wie is dat dan? En die playboy. Die wat? Die playboy. Onze baganist. Wat ben je aan het doen dan, Hans? Ik ben met een kraan maken. Lekker man. Voor jezelf? Nee, speciaal voor Gerard. Ja, maar je bent de hele tijd zelf aan het eten, Hans. Ja, die hebben we eens over. Dat vind ik echt zonder hem weg te gooien. Ah ja. Kijk, en ik kan het nog wel in. Oeh, ja, ja. Oh. Jongens, oppassen, oppassen, camera. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Ja, oh, Gerard, dat is al even leuk, Gerard. Gerard moet er ook even op, hè. Als je die kop kapot wilt hebben, dan moet je dat doen. Als ik die kop kapot wil. Dus Gerard, Gerard is echt een echte sportclubman. Of niet Gerard? Nog steeds. Nog steeds, hè. In hart en nieren van Sportclub Enschede. Vaak als ik bij Gerard zit, vertelt hij me altijd mooie verhalen over vroeger. Hoe goed het wel niet vroeger was. Hoe mooi het vroeger wel niet was. En nu is het allemaal... Nou, niet shit. Niet shit? Het is anders. Het is anders? Iets minder of veel minder? Een stuk minder. Ja. Een stuk minder. Maar goed, Gerard die vertelt altijd mooie verhalen. Maar die heeft hij nu geen zin in. Bij zijn vrienden. Dan wil hij mij niet leren kennen. Wat? Ja, hè? Ik hou rond november en december individuele gesprekken. Ik ga nu beginnen met... Je weet toch, Luca... Met Luca, wat gebeurt er op het moment, hè? Als Mart hier de bal voor, jij staat hier. Ja. En jouw speler, jij zegt mijn speler komt hier naartoe, hè? Ja. En je ziet dat Mart de bal verovert. Wat moet jij nu als eerste meteen gaan doen? Omschakelen. Omschakelen. Hoe loop je weg? Ja, schuin. Ja, schuin. Diep meteen weglopen, dat je in de bal gespeeld kan worden. Kijk, daar zitten ze. Wie is de relatie? Hassan, hè? Hassan? Hassan, heb je een vriendin, jongen? Sinds wanneer? Perfect. Danny heeft Hassan een vriendin? Echt? Goed, we zijn begonnen met de training. Ik zal even uitleggen wat we aan het doen zijn. Hier trainen we op de aannames. Je speelt hem in op zijn buitenste been. Hij moet die bal aanvallen. Kijk, zoals hier. Luca maakt zich lang. En die valt de bal aan meteen naar de pion. Bruim ook. Ik heb die rode pionnen er staan, zodat de jongens meteen de juiste richting pakken. Lang maken, Donny. Maak je lang, Luca. Luca moet zich lang maken. Tik, maak je lang. En val hem aan. Hassan ook lang maken. Hup, aanvallen, goede richting. Juist. Het gaat erom dat de jongens de bal meteen aanvallen. Dus niet eerst aannemen, lopen. Maar meteen in de aanname al op snelheid zitten. Kap je met je buitenkant terug. Hier sleep je mee terug. Daar pak je een schaar, dan slalom je. En dan gaat het om het balgevoel, bal lekker kort bij je hebben. Over zich houden, lekker draaien, wennen, keren. Zoals hier. En meespringen, pats. Goed Luca, goed Donny. En weer kort, spring weer mee. Rechts over naar links pakken. Hup, hou je controle. Ah, goed jongens, lekker hoor, hé. Kijk, de 3 tegen 2. Dus degene die dadelijk de bal schiet op goal of de bal verliest, moet in zijn eentje druk houden. Ja, Hassan, wat doe je? Ja, druk houden op die bal. Kijk, heb je hem alweer. Prima, opletten. Meteen druk vooruit. Dus hier spelen ze in een 3 tegen 2 situatie. Ja, degene die schiet, die moet nou druk houden op de bal meteen. Kijk. Zodat hij meteen omschakelt. Prima, Brian! Het was een heerlijke trainingsavond. Isabe is er ook weer. Of niet Isabe? Onze vaste supporter is ook weer op bezoek. De jongens hebben lekker getraind. We zijn nu klaar. En tot woensdag. Wat zeggen we dan, boys? Tjo! Tot woensdag. Wat zeg jij, hè? Tot woensdag. Moet sterk, jongens. Tjo. Sterk. Tijd slapen, tijd wakker. Tijd slapen, tijd wakker. Waarom lachen jullie? Moet respect, jongens. Hey. Kom op. Hassan, waarom lach je? Ik lach niet. Wel. Oh. Ja, hey. Ah, wie heeft helemaal gelijk? Donny. Donny, serieus, hè? Hij zit gewoon te lachen. Jamba, hoe gaat het? Nog steeds ziek? Jamba. Erg ziek. Waarom kom je trainen dan? Ja. Moet thuis rusten. Isabe, onze psycholoog, houdt alles goed in de gaten. Tuurlijk. Of niet, Abe? Tuurlijk. Na de wedstrijd altijd spreken dan Isabe. Moet. Juist. Hoi dat jongens. Ik ben nog een beetje gek worden, hè? Daarom.
Moet jongens, alsjeblieft. Kom op, netjes. Tot woensdag, tijd slapen. Tijd wakker. Gezond eten, hè? Niet zo altijd een hamburger, dit en dat. Het is vandaag woensdag, we gaan techniektraining doen. Even wat serieuzere dingen. Er rust echt een vloek op ons. We hebben maar 9 spelers voor komende zaterdag. Ze zijn of geschorst of geblesseerd, het hoopt maar niet op. Met een elftal wat ik heb, goede voetballers, staan we veel te laag. We spelen vierde divisie, jongens onder de 17. Nou, ik had verwacht, begin van het seizoen, dat we bij de eerste 5 zouden eindigen. Maar goed, met de spelers die wij hebben, zou dat eigenlijk ook moeten. Maar door alle schorsingen en blessures helpt het nog niet allemaal. Dus voor zaterdag gaan we even kijken wat het wordt. Ik ga lekker omkleden en het veld op. Ciao! We zijn bezig met een kopspel. De eerste, als je achter de eerste, deze lijn kopt, dan heb je 1 punt. Achter de gele lijn 3 punten. Achter de rode lijn 5 punten. En we gaan tot de 15. En de winnende elftal krijgt een AA'tje. Dus we zijn druk bezig. Oh, Evandi. Kerel, laat zien. Hier, Adidas, kerel. Adidas 5 strepen, bro. Goed, het is zaterdagochtend. We gaan beginnen met de wedstrijd dadelijk tegen SDC. Kijk eens wie er achter mij aankomen. Als laatste. Ja, ik was bij Donnie, de wedstrijd aan het kijken. Je hoeft niet te verstoppen, Donnie. Nergens voor nodig, jongen. We gaan staan op de helft van onze helft. Dus we zakken wat in. En iets op de helft van hun helft. Is dat duidelijk? Roshan, stap door naar binnen toe. Dus kom, houd klein, komt iets achter Bram te staan. Koen. Precies hetzelfde aan de andere kant. En Bram staat in de punt naar voren. Eén van de twee centralen wordt ingespeeld. Wat zal die centrale nu gaan doen? Opdribbelen, heel goed. Bram, op het moment dat hij wordt ingespeeld en al iets opdribbelt, wat doe jij nu op dit moment? Jij stapt al door naar rechts toe. Koen, wat zal die centrale gaan doen op dit moment? Uitzakken of iets meelopen met hem? Meelopen. Heel goed. Op het moment, als jij ziet dat Bram hier druk zet, wat ga jij dan doen? Naar de 3. Heel goed. Jij trekt door aan de 3. Wie zal hij hier nu ongetwijfeld in gaan spelen? De 5. En wat doe jij op dat moment, Roshan? Ik zet op de 5. Jij zet meteen, als hij hier wordt ingespeeld, vast aan elkaar, vol druk op de nummer 5. Ja? Dat houdt in dat Hassan maakt klein, beweegt balkant. Wat doe jij, Brian? Ook balkant bewegen, heel goed. Als zij hoog druk zetten, wat gaan wij gewoon doen? Met 3 man opbouwen. Heel goed, met 3 man opbouwen. Wat houdt dat in? Eén centrale gaat bij het middenpad. Mat stapt door, denk ik. Een mat stapt door? Terrence. Ja. Mark mag doorstappen. Wat doet op dit moment Terrence dan? Terrence gaat naar het midden en de andere gaat bij. Heel goed, Terrence trekt door naar midden. Donnie, wat doe jij hier op dit moment? Heel goed, jij stapt ook uit naar punt 16. Bjorn, wat doe jij? Ook punt 16. Dus met hoeveel middenvelders komen we... Met hoeveel middenvelders komen we te staan? Wat? Hoe moeten die 4 middenvelders hier op het middenveld gaan staan, jongens? Staan deze nog goed hier? Heel goed. Jij trekt wel iets naar rechts of mag ook andersom. He, maar Mart, oh nee, sorry, Mart staat al van rechts. Dus Mart is eigenlijk rechter centraal, want Terrence is links. Heel goed. Dus stap jij eigenlijk, komt Mart rechts, stap jij door naar links. Wat doet een van onze middenvelders? Wel allebei diep maken of eentje breed? Juist, eentje pakt hem door bij de spits. En wat doet Hassan op dit moment? Hassan, heel goed. Jij kan hem door naar de buitenkant toe trekken. En dan kan Roshan ook iets door naar binnen of uitstappen naar het middenveld. Is dat duidelijk? Dus durf te voetballen. Ja, kom je er echt niet uit, Martijn, dan mag hij wel een keer lang. Dan zoek je dat maar even uit, dat je de druk er even af hebt. Maar durf, probeer. Geen paniek, geen stress. Ik ga op de tribune zitten, achter de dugout. Ik ga toen jij af en toe wat dingen doorgeven met wisselen of wat dan ook. Dus ik loop daar nu in. Ciao! Lekkere ballen hoor. Donnie blijft er gewoon om de man.
Lekkere Paul Martijn. Goed Valencio. Koen, Tom door! Oh, waarom man, waarom? Fantastischste minuut maken we 1-1. Echt verdiend uit de vrije bal. We lopen 3 geblesseerden op het veld, ze doen het gewoon supergoed. Lekker boys, man! Bram schoot hem mooi erin, hè? Ja. Dat deed hij netjes. Vanaf nu is Bram degene die de vrije bal in heeft. Ja. Joe! Hans heeft weer wat te vertellen, Hans. Vond je het leuk? Like. Abonneer. Delen. Kijken. Kijken. Nog een keer kijken. Nog een keer kijken. En nog een keer kijken. Dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Vond je het leuk? Zoals Hans zegt, like, deel, abonneer. Ciao, tot volgende week.